Dat kan toch niet? Yeah. Ja. Kijk eens, dieren op de set. Ja. Geen idee waarom? Waarom zou je hier liggen? Hallo, Luca. Hallo. De andere kant van de camera. Check dan even Bellinga TV. Lucky Luke. Hey, Luan. Jij moet je niet vangen. Luan, dat moet eraan. Mijn hele leven hier op. Nee, niet meer. Zijn knappertjespistool. Voor de boeven te vangen. Yeah. Kusje. Zeg, wat ga je doen? Dan en Lucky Luans. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de familievloggers. En wij zijn hier heerlijk aan het ontbijten. Want wij zitten bij recreatiepark Het Zand. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja. En Luxie ook lekker geslapen? Ja. Lucilla ook lekker geslapen? Ja. Even een update over het hele corona gebeuren, wat natuurlijk nu best wel speelt. Wij zitten hier op de camping die nog niet officieel geopend is. Die gaat pas later dit jaar open. En we zitten eigenlijk dus één van enigen hier. En tegenover ons zitten de cameracrew, zeg maar. Die zitten ook hier tegenover ons. En we gaan straks weer met z'n allen naar de set toe. En we zijn eigenlijk maar met een hele kleine groep mensen. En ja, we voelen ons allemaal prima en er zijn geen gekke dingen. Dus in dat opzicht is het allemaal prima. Het enige wat veranderd is, is dat de Wilde William, de Peter Faber, die Wilde William speelt in de serie. Dat is een oudere man op leeftijd en die is geadviseerd thuis te blijven. Gewoon ook door zijn thuisomgeving. Dus die is vervangen voor een andere speler. En die zien jullie dus in de volgende series allemaal. En het heeft dus te maken met het hele corona gebeuren. Dat is even eigenlijk de enige update die ik voor jullie heb. Nou, en een voorzorgsmaatregel is dat mama de make-up doet. Ja. Dan hoeven er geen onbekende handen aan onze en de kinderen gezien. Nee, ik heb net de kinderen ook even gedaan. Ja, weet je, gisteren hebben we wel natuurlijk gewoon gedaan. Maar het nieuws was weer een beetje van, we moeten echt goed oppassen. Dus dat heeft hem wel een beetje aan het denken gezet. Ja. Dus wat moet ik bedenken? We doen even lekker de make-up zelf. En dan is het oké. Ja, en dan de auto. Ja. Op naar de filmset. Oh, Luxie, wat zag je? Eekhoorntjes. Eekhoorntjes? Eekhoorn, drie in één boom. We zagen daar eekhoorntjes in de boom. Ik ben natuurlijk weer net te laat met de camera. Ja. Maar we hebben eekhoorntjes gespot. Wij zijn er weer in the middle of nowhere bij de lodge. Waar wij onze videoclip op hebben genomen. En we ook deze superleuke cowboy serie opnemen. Dit is een heel erg leuke feestlocatie waarin je feestjes kan vieren en dat soort dingen. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. Wij gaan nu onze laatste serie opnemen. Ja, het is ook een feestje. Inmiddels is het echt een feestje. Want we hebben een superleuke crew met wie we dus deze serie maken. En ja, het is gewoon superleuk om de hele dag als cowboys en cowgirls te spelen. Hier op deze superleuke set. Want het is echt het gevoel als je hier zo meteen binnenloopt. Dan heb je meteen het gevoel alsof je op de prairie bent. Alsof je ergens in Verwegistan bent. Want het is zo mooi nagemaakt en zo mooi gedaan. Dus de eigenaar Dave hier, die heeft dus deze locatie helemaal zelf ontworpen. Zelf gemaakt. En hij verhuurt dit dus als feestlocatie. En ja, wij gaan vandaag hier ook weer een soort klein feestje maken. Zoals papa net zegt. Kijk, Woezel en Pip die zijn ook mee. Kijk, en hier gaan we weer naar binnen toe. Hier gaan we weer de prairie in. Komen de prairie meisjes ook weer aan? Hè? Ik hoor de waterval al, jongens. Ja. De waterval staat alweer aan. Oh ja, we kunnen hier ook nog de bushbush in. We zijn wel een keertje in geweest, hè? Kunnen we misschien straks ook nog wel doen. Daar eens even kijken. We gaan eerst naar de Rocky Mountains. Ja, we gaan eerst naar de Rocky Mountains, zegt Daniel. Dat is daar. De boeven waren daar en ik daar achter. Ja, en jij hoorde een plannetje van de boeven of zo, hè? En stond Luan daar achter en de boeven stonden daar, hè? Ja. Ja, dus dit leuke avontuur kun je natuurlijk zien op onze eigen platform, op Bellinga TV. Daar kun je de serie wat wij hier maar opnemen, allemaal terugkijken als je ons hoort. Romantisch, toch? Het is heel romantisch. Kijk, zo even draaien. Kijk. Mag ik jou een kusje geven bij de waterval? Wij kussen elkaar trouwens wel gewoon, hè? We hebben niks. Ben ik vies van elkaar? Ja. Kom maar, we gaan lekker naar binnen. Oh ja. En dan gaan we hier weer de grot door. Goedemorgen. Daar zijn we weer. We zwaaien weer met z'n allen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Een hele goede morgen, Joyce. Goedemorgen. Jij gaat cow lady Farah haar weer mooi maken. En hier is Lucy en Marcella. Goedemorgen, Marcella. Goedemorgen. Geluidsman is er weer.
Wes, good morning. Nou, we worden hier weer even allemaal wakker bij Joyce aan de make-up daar. Stafoverleg. Zo, goedemorgen. Hier zitten we alweer met stafoverleg. Lekker slapen hier allemaal mee? Zeker. Als roosjes. We zijn al bezig met snode vervolgplan. Heerlijk vervolgplan. Nou, sloot die microfoon maar aan, mannen. Dan doe ik mijn taxi. En hier kom ik dan weer in de sheriff's office. Ja, hier zit sheriff Dan. Veel te boekhouden. En hier is Bart. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Lekker geslapen? Prima. Nou, we gaan vandaag weer mooie films opnemen. Dus ik mag hier mijn tekstje gaan zeggen. Kijk dan, hier hangt weer een echt overleden dier. Die dan is opgezet. Ja. Hoe heet deze, Dave? Kari. Caliboo Bears. Hallo Caliboo Bears. Maar dit is gauw, dit is eigenlijk nog het zomerontvangst, hè? De zomers als het warm is. Zomerontvangst, ja. Leuk, hè? En helemaal met de hand gebouwd, hè, Dave? Compleet met de hand gebouwd, ja. Wauw. Ja, met vier man sterk. Ongelooflijk. Zo, meisjes. Op naar de filmset. In de Bellinga Wilde West. Alexia en Lisa. En een cowboylaagje. Slof, slof, slof. Kijk eens, daar zijn we weer. Het zonnetje schijnt alweer op ons gezicht in de prairie. En we gaan eens even kijken naar de eerste scène die Luan hier buiten gaat draaien. Bij de huifbar. Nee, nog niet. Luan is eerst aan de beurt. Met de eerste scène. Superleuk, papa zit daar. Zonnetje breken. Nee, nog straks. Ja. Oh. Dit is dus een repetitie. En voordat dus echt de scènes opgenomen worden, gaan ze eerst repeteren. Vandaar dat Wilma nog zijn jassen aan heeft. Dus eerst een beetje weten wat ze allemaal moeten doen. We hebben weer een knuffelmomentje. Woezel, heel raar. Gekke hond. Wat doet Woezel nou, Lucilla? Nee, papa's foundation eraf likken. Fifty is daar alweer aan het snuffelen. Je ruikt allemaal geurtjes. Pippi, kom maar. Goed zo, meisje. Je liep door Bill, Pip. Pip wilde ook even een momentje van shine. Straks heb ik ook een rolletje. Woezel, niet op de tafel. Jongens, dat kan toch niet? Nee, dat kan toch niet? Wat kom je aan doen? Je komt gewoon even slijmen, hè? Wat kom je doen, jongen? Hé. Hey. Even een lekker kopje thee, jongen. Nou, de eerste scène is weer een feit, kerel. Yay. Ja. Kijk eens. Oh, wat komt daar aan, Lucilla? Kijk dan. Dieren op de set. De ezels. Oh. Wat leuk. Zie je dat, Til? Oh, de ezeltjes even de set oprennen. Hey. Ja, we houden Woes en Pip even vast, want anders dan gaan ze erachteraan. Nee, nou, de ezeltjes staan weer in de rij, of in de wei. Hallo, wat is dat, Woezel? Woezel is heel erg nieuwsgierig naar deze diertjes. Dat zijn geitjes, Woezel. Dat zijn geitjes. Zeg maar hallo, ik ben Woezel Bellinga, we zien jullie. Zeg maar hallo. Ja, en we hebben daar ook nog de ezeltjes in de wei staan. Ja. Wat zit er in die oor? Dat zijn nummertjes, zodat Dave weet welke bokjes het zijn. Een soort naamplaatjes. De ezeltjes die zijn lekker aan het eten. Die hebben lekkere hooi gekregen. En die staan hier heerlijk in het weitje. Voor figuratie. De dierenfiguratie. Op het bankje gaan liggen. Waar die zweep ligt, zie je dat? Oeh. Er wordt een hele spannende scène opgenomen in deze huifkar. En Luan die moet iets gaan doen met op een bankje liggen. Geen idee waarom? Ja. Hier mag je gaan liggen. Oké, okay, ja, ik zie je. Waarom zou je hier liggen nu? Kun je hierheen kijken? Een beetje. Niet echt. Hallo. Hallo Luan. Zit je daar te spieken? Dit ligt echt niet lekker. En nog één keertje. Aan de andere kant van de camera.
Boom maar omhoog. Wat wel even leuk te vertellen is, is wie er eigenlijk allemaal zo op de set achter de schermen bezig is om dus een scène op beeld te krijgen. Het is natuurlijk niet alleen maar een cameraman, maar ze hebben mensen omheen lopen om het helemaal goed te laten uitzien, zeg maar. Geluid is natuurlijk heel belangrijk. De cameraman is belangrijk. Geluid. Ja, Luan, de acteur, is natuurlijk heel erg belangrijk. Die acties zegt en zo. En dan hebben we ook nog hierachter. Nou ja, natuurlijk Marcella, die is hier voor, ook voor Luan. Zij zit hier op te schrijven in welke secondes van de film het goede shot erop staat. Zodat het wat minder veel werk is met editen, zeg ik dat goed? Ja, hè? Dat schrijft zij. En hier is het geluid. Wat dus daar te zien is, in dat knotje daar, dat komt daar binnen. En zo zien ze dat het allemaal tegelijkertijd aan het lopen is, zowel de camera als het geluid. Dus ja, dat is allemaal een beetje nodig om dus één goed shot te maken voor in de serie. Ja, kijk maar. Oké, doe maar dicht. En nu weg. Deze beelden bij de huifkar, die staan erop. En als ik zo backstage even heb kunnen meespieken op het televisietje, ziet het er echt super vet uit. Maar goed, wij weten dat natuurlijk nog niet hoe de serie helemaal af eruit komt te zien. Goed, de video's lopen wat achter, maar jullie kunnen het natuurlijk al wel zien. Ben je nou nieuwsgierig naar deze cowboy-serie die wij hier aan het opnemen zijn? Check dan even Bellinga TV, ons eigen platform. Want daarop draaien wij dus deze super gave cowboy-serie. Ondertussen zijn hier de bokjes met elkaar aan het vechten. Die denken, laten we ook eens even actie in de brouwerij brengen. En Luan, die is... Oh, die stond net daar. En die gaat nu weer een volgende scène opnemen. Volgens mij bij de hoefsmid. Want er is hier in de Cowboy Ranch is er ook een hoefsmid daar. Kijk, want Lucky Luan die is hier een hoefijzer aan het smeden voor zijn paard. Oeh, jongen. Als ik die zo... Ja? Dit is het. Ja, voorzichtig hè? Ah... Nou jongen, dat ziet dus heel stoer uit. Dit is dus de hoefsmid van de prairie. Kijk, en hier binnen hebben we... Oh, Luan! Luan, sluit jouw mama nou op! Nee, Luan! Nee, oh nee! Hij sluit gewoon zijn moeder op! Luan! Hallo? Hallo? Kan iemand me helpen? Oh, Luan! Nou, dit is het oude... Nee, mama is geen boef. Ja? Mij moet je niet vangen. Nou, dit is het oude schuurtje. Dit is de hoefsmid, jongen. Hier hangen alle paardenspulletjes. Kijk, ja, de halsters. Alle halsters van alle paardjes. Hamer. Kleedjes. Oh, voorzichtig, hè? Ja. Dat is nog een hamertje. En wielen. En zelfs een oud houtkacheltje. Kijk, dan kun je warm worden als het een beetje koud wordt in de winter. Ja. Ja, dat is een echte heuse, echte hoefsmid, jongen. Super vet, hè? Nou, hier gaan we dus ook iets opnemen. Oh nee, niet weer. Hallo, hallo Luan, ben je daar? Ja. Joehoe. Luan, laat me eruit. Help, help me eruit. Kijk maar. Ach, gelukkig. Bij de set. Ach, wat vriendelijk kerel, wat vriendelijk. Ik laat dit weer. Hartstikke goed, doe hem maar weer dicht. Wat wil je laten zien? Hier. Ja? Ja? Hier is de gevangenis. Oh nee, dit is het sheriff office van Sheriff Dan. Kijk, die kennen jullie ook uit de videoclip. Ja, het ligt hier. Is dat Sjaak? Ja, dat is even voordat kijkers denken, hé, wie zit daar de hele tijd? Wat is dit? Dit is gewoon een oude pop. Dit is een pop. Hij ziet er echt uit, maar hij is hartstikke nep. Zie je dat? Grappig, hè? Die zit een hele leven hier al opgesloten. Ja. Maar goed. Nee! Oh nee, niet meer! Luan, ik trouw ze iedere keer in! Luan, kom maar! Kom maar! Het is de tweede keer dat ik ben opgesloten door mijn eigen zoon. Dit doe ik niet meer. Deze meneer, die plek wil. En waar is Sheriff Dan's plek dan? Waar zit Sheriff Dan papa altijd? Kijk. Het hekje moet dicht, ja. Ja. En dit is dan zijn office, hè? Kijk. Oeh, dit is zijn echte pistool. Zijn knappertjespistool. Nou, niet echt. Echt, de muntjes van vroeger, jongen. Ik denk dat het wel echt is. Hey, en vroeger schreven ze met die veren, hè? Heb je dat al gezien? Dat zijn veren. En dan kun je mee op met inkt in een inktpotje. Had je ergens inktpotjes? Ik weet het niet waar. Doe eens een laadje open. Nee, hier even. Oh, we gaan even naar de laadjes kijken. Oh, hier zitten stiften. Die zijn niet van die tijd. Even kijken. En nou, kijk. Een potje niet.
Dat zijn postbriefjes. Postbrieven. Postbriefjes. Dat denk ik niet oud, gum. Een heel oud gummetje van vroeger. Van de prairie. Heb je dat ook gezien? Een grote gebeuren. Voor de boeven te vangen. Die staan erop en ik ga nu even weer terug naar binnen toe om even te kijken hoe het met Lucilla en met Luxie is en met Daniel. Hier hebben we Luxie weer en Lucilla weer. Er zijn ook diertjes gekomen, zie je dat? Kijk, Luan die staat er al bij. Kijk dan. Oh, die krabbelen hier handjes. Handjes voor. Ja. En daarboven een ezeltje. Doe maar aaien. Doe zo aaien. Ja. Ze zijn wel heel nieuwsgierig allemaal. Zullen we even kijken? Hier is die schattige Luxie. Oh, kusje op een hoofdje. Wat is dat, Luxie? Ja, ging je mouw opeten? Ging je mouw opeten? Kusje. Oh, kijk eens. Ze zijn nieuwsgierig naar jou. Oh. Luan heeft kooi gepakt. Hij is hooi geven, dat is slim, jongen. Kijk, oh, ik zoek een beetje. En moet je in jouw hand vallen? Ja, geef het er maar doorheen. Ja! Goed zo. Mama. Ja, ik zie het, ja. Gaat hij eten, hè? Dat vinden ze wel lekker. Ik heb haar gekregen. Lucilla is even daar haar tekst aan het leren voor de volgende scène. Dus dan als ik straks in actie, kijk je dan naar hem. Wat zeg je? Wat ga je doen? Ja, want hij is heel hard weggerend. Oké? Okay? Oké, okay, gaan we een keertje oefenen. Schatje. Als ik zie een ezel, doet ze vaak een paard na. Maar een ezel maakt een iets ander geluid, hoorde je dat? Wel. Ik zei waar ze ezel ziet wel meteen. Ja, je weet wel wat het is, hè? Ja, die. Ja, die. Daar staan ze. Ja. Ja. Ja, mooi, hè? Er is ook een witte bij. Lap is in de handjes, op je lieve bolletje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in de zij. Zo varen de schipjes voorbij. Zo varen de schipjes voorbij. Okay. Nou, we gaan de volgende scène opnemen met Luxie erbij. Alleen Luxie wil niet haar laarsjes aan, want ze is twee. En Luxie zegt, nee, dus ze wil geen laarsjes aan. Maar gelukkig is het niet zo heel erg. Dus ik ga met Lucilla hier de volgende scène opnemen. Wat bedoel je, schatje? We hebben hem gevangen. We hebben hem gevangen. Wie heb je gevangen? Die oude boef, kijk, hij is daar.
Die oude boef, kijk, die is daar. Oké, nog een keertje, die oude boef, kijk, die is daar aan het omdraaien, hè? Kijk naar hem. Kijk, die oude boef, die is daar. Daar. Was hij recht, mama? Was hij recht, mama? Ik geloof je, schatje. Alles komt goed. En stop. Zo, heel eventjes een beeldje tussendoor, realistisch beeldje tussendoor, tussen de scènes door. Lucilla is nu net weer met Daniel even de set op. Die heeft even een eigen scène te draaien. Er zijn ook wat andere scènes die ze draaien waarin ik niet nodig ben. Waarin Luan niet nodig is en Luxie niet nodig is. Dus ik ben ondertussen dat ik aan het wachten ben, kijk hier, de vlog aan het editen. Dat straks heel veel scheelt en ik praat wat zachter, want Luxie die doet gewoon haar slaapje. Ze lekker te slapen in de kinderwagen. En wat is Luan aan het doen? Die ligt hier lekker te chillen. Met filmpjes op YouTube. Ja, kinder-YouTube. Kinder-YouTube. Oké, lekker even chillen. Nou, is een pip. Kijk. Dave gaat u laten zien, Lucilla. Hoe dat die Woezel en Pip kan gaan roepen voor de scène. Die is namelijk de grootste vriendjes, hè? Nee, Woezel en Pip. Ja. Woezel en Pip. Nou, Lucilla. Heb je zin in je scène met Woezel en Pip? Oké, papa staat met Dave en de ham en de camera naar jou te kijken. Ja, als we maar door zijn gelopen. Als we snel weer gaan. Oké, okay. Lopen we met de hondjes er naartoe. Hey. Kijk, Woezel denkt al baasje. Nog meer hammetjes. Ja, zo volgende zijn. Dit is nog weer een hammetje. Oké. Stop. Oké. Filip, begin maar. Oké, dus kijk maar naar de hondjes. Zo, Luxie slaapt in haar bedje. We gaan even lekker lunchen. Luc Luan loopt door de stad. En komt dan Lucie tegen met Woezel en Pip. En wat ze gaan dan gaan proberen... Jij hebt het sjaaltje van Willem, van de boef. Die is van mij. Heb je de verkeerde hoed? Nou, Lucky Luan en Lucky Lucy, hebben jullie daar papa sheriff geweren? Nee joh, die is niet van jou. Nee, dat was vroeger van de sheriff. Zwaar, hè? Jachtgeweren. Ja, maar ik kan hem optillen. Gauw, ja, ja. Appa. Oeh, sterk. Papa, niet in de aantrappen, hè? Dag, Lucie. Hé, hey, Lucie, heb je wilde Willem en Fugger Pits gezien? Mag ik hem even? Pak maar even het zakje en dan aan de honden laten ruiken. Met die boeven, hè? Ja. Maar hoe gaat het nou aflopen? Weet ik niet. Dat is nog even de vraag, hè? Ja. Nou, Lucky Luan, sheriff junior in opleiding. Lucy is klaar. Jij hebt nu alleen nog een scène. Ja. En dat is dan weer voorbij. Nog één scène. Oh, sheriff Dan en Lucky Luan zijn weer de enige op set. Maar Luan, wat gaan ze nu doen?
Nou, ik ga hier onder hekken springen. Bij de gatjes en bij de ezels. Dat is de grootste wens, want Lucky Luan is een nieuwe vriend. Kijk, hier moet hij dan overheen. En ik heb ook een lieveling. Hé, op die boomstam, kun je er nou op klimmen? Bijna. Doe er nog één boomstammetje bij. En dan loopt hij hier doorheen. En wie is jouw lievelingsgeitje, Luan? Oh, die. Nee, die. De tweede die bij de steenbak, zie je? Dat is een lieve. En dan klimt hij. Ja. En dan klimt hij er daar weer uit. Ja. Nou, dat moet gaan lukken, toch? Luan. Ja. Hij schrikt van vlugge vent, zie je dat? Wat een knappertjespistool. Geluid. Hey, ik sta hier op het hoteldak. Beeldjes te maken. Ja, dat gaat heerlijk hoor. Hij moet door de dierenbak. Ja, tussen de diertjes door de buffetbakken. Wat vond je ervan, jongen? Leuk. Ja? Ja? Heb je nou de boef gevangen of heb je ze nou niet gevangen? Dat gaan we niet verklappen, hè? Nee. Maar volgens mij ben je nou bijna klaar. En dan... Kan je er geen genoeg van hebben? En dan zijn we nog een half uurtje mee bezig. Oh, nou, heb je ervan genoten, het hele kalberavontuur? Was leuk, hè, jongen? Wil je nou weten hoe dit spannende avontuur is afgelopen en of Luan de boeven heeft gevangen? Check dan zeker even onze nieuwe cowboy-serie die te bekijken is via onze eigen Bellingra fan-app. De link zetten we even hieronder. En we hopen dat jullie het net zo leuk vinden als dat wij het vonden, sowieso om hem op te nemen. Het was voor ons een onvergetelijke ervaring. Ja. We willen de locatie bedanken, het leuke boslodge bedanken. En alle lieve mensen, ja, die hebben geholpen. Ja, echt een droom die we weer hebben mogen beleven met jullie allemaal. Dus wij gaan de laatste scènes draaien, lekker eten met het team. En dan douchen en slapen. Wat en een met. Vond je het weer een leuke vlog? Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op een belletje, zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwe vlogs. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Zet de belling gewoon wel onderwijs. Voeg je hart, bonbon mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon.